Touché is misschien wel het mooiste woord wat er bestaat. Omdat wat er gebeurt is dit. Jij hebt een gesprek met iemand. Maar eigenlijk een discussie heb je eigenlijk. En jij zegt zo van, nou, volgens mij zit het gewoon zus en zo. Maar dan zegt die ander zo van, nou, maar je vergeet helemaal dit en dat. En dan denk je zo, kak, hij heeft gelijk, ja. Maar wat je zegt is dit. Oh, touché. En dan win je toch. Vind ik zo mooi. Zo van, en met mijn toestemming heb jij gelijk. Touché. I love that word. Dus maar, ik doe ook, dan loop ik niet meer toe en zeg ik, zo, jij hebt wel een bos krullen, vriend. En dan zegt hij, nou, hoezo, dat moet jij zeggen. Oh, touché. Dat vind ik heerlijk. Ik probeer situaties te creëren waarin ik dan touché kan zeggen, weet je wel. Ga ik soms ga ik zo heel vroeg van huis, echt zo om 8 uur of zo. En dan ga ik zo lopen door de stad, weet je wel. En dan ga ik op zoek naar iemand die de gulp open heeft staan. En soms is dat 's ochtends al, maar kan ook helemaal aan het einde van de middag zijn. Maar ik kom iemand tegen, altijd. Ik kom altijd iemand tegen met de gulp open. En dan loop ik erheen en zeg ik, pardon meneer, maar uw gulp staat open. En zegt hij, oh god, ja, nou wat goed dat je dat zegt. Dankjewel, zeg. Maar wacht eens even, jij hebt helemaal geen broek aan. Nee, touché. Je wint altijd. Ik vind het zo'n mooi woord. Ga eens weg. Het is tricky tegenwoordig, merk ik wel. Het is wel heel gevoelig tegenwoordig om het woord touché te gebruiken. Omdat, ik ben een ervaren touchist. Alleen, ik merk dat vrienden van mij, die proberen dat om te draaien, weet je wel. Die proberen dan touché tegen mij te zeggen. En laten we weer biertjes drinken. En ik zou ook bier drinken. En dat deed ik ook wel. Alleen, ik dacht, jongens, dat gaat te hard. Ik doe even een colaatje tussendoor. En een vriend van mij ging bier halen, had hij allemaal bier voor iedereen, maar dan had hij cola voor mij en had hij zelf een chocomel meegenomen. Een chocomel, ja. Het staat lager op de ladder. Het is bier, cola, chocomel. Komt hij zo voor mij staan met die chocomel, zegt hij zo, serieus Kasper, drink je nou gewoon fris? En dan weet ik hoe dat gaat. He, want dan zeg ik van, ja, hoezo, je drinkt zelf chocomel. En dan zegt hij, oh ja, haha, touché, hahaha, hahaha. Dus dat gaat niet gebeuren. Ja? Die kans die krijgt hij niet van mij. Dus hij komt zo voor me staan en zegt, serieus Kasper, drink je nou gewoon fris? En ik zo, hoezo, je drinkt zelf ook fris? Haha, toe. Hè? Nee. Chocomel is geen fris. Oh nee, touché. Hey, wat leuk dat je kijkt. Mijn naam is Kasper van der Laan. Vond je dit verhaal over touché leuk? Klik dan hier om te abonneren. En de comments hieronder. Like en subscribe. Of kijk hier de volgende video.